Voor de derde reis binnen we nou bij Cowboys, maar nou is het wel mooi geweest hoor. Wat happy en zo het schreven. Trouwens, het had weinig scheeld of het was beurt geweest met onze co. Hij is bar ziek geweest. Alvleesklier, die was overstuur. Zo. Pancreas, en dat is, daar ga je aan dood. En ik werd mager en zwak, en misselijk en ziek. En, je eet niet meer. En dat heeft bij mij 9 jaar geduurd. No, joh. Nee, want je systeem geeft het eten op. Dat je lichaam is beledigd. En die weigert eten. Dus toen zat ik in Argentinië en toen in een hotel. En toen zag ik dat ik... had ik me gedoucht en toen afgedroogd. En toen stond ik voor die spiegel en toen zag ik... Ik zag hier nog een plasje water en hier nog een plasje water in die holtes, weet je wel. Oh, ja. Was je zo vermagerd? Ik denk, nou, ik lijk wel erg mager, weet je. Ja. Toen ben ik eens naar een arts gegaan. Toen heb ik in een ziekenhuis gelegen en kuren, zeg maar, in het, Erasmus. En toen maar weer, ja, want ik was toen weer freelance bezig voor het Algemeen Dagblad. Dan verdien je wel geld, maar dan moet je wel werken. Ja. Dus als er een ik leefde toen op potjes Olvariet van die baby. Als dat erin bleef, ging ik werken. Ja, dan hol je achteruit. Dan ging ik weer reizen en ik ging werken en alles doen. Toen moest ik geopereerd worden of ik zou doodgaan. En toen zeiden ze van, nou ja, het was in Leidschendam. Het is een risico, je moet tekenen voor 60-40%. 60 dat je blijft liggen en 40 jaar. Was het zo? Het was een experiment. Ja. En anders, anders. Misschien niks aan te bedenken. Anders zou je weinig misschrijven, weet je wel. Ja. Dus ik heb mij getekend en dat is gelukt, dat is een experiment. Maar ja, toen moest ik bijkomen. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar Horen. Even bijkomen. Toen ben ik weer gaan werken voor het Noord-Hollands Dagblad. Weet je, gewoon een beetje, een beetje corresponderen weer. Een beetje bup. Ja. En toen raakte ik nog in de clinch met, of in contact met Klaas Beuker van de Katholieke Partij Nederland. RKPN. Die benoemde mij tot zijn perschef. En ik zeg, wat nou Klaas? Want ik had hem 1 keer geïnterviewd. Een pagina in het Vrije Volk. Nou, dat vond hij zo deftig. Toen zei hij tegen Vrij Nederland, ja, maar mijn perschef Kobo is die... Ben je het? Oh ja. Daar hadden we het nooit over gehad. Zo. En ik wilde mij helemaal niet met hem verbinden, weet je wel. Maar, ja. Nou, in elk geval, dat riep Klaas. Ja, en in Vrij Nederland heb ik nog wel eens eerder over hem geschreven. Van, ja, als Klaas Beuker zegt dat al het goede van boven komt en dat God alles bestiert, waarom draagt hij dan een toupet? Weet je wel. Ja. Nee, maar dat was, want hij had vroeger op de Mulo, was mijn leraar op de Mulo. Ja, ja, heb hij van mij een boekje afgepakt, 1001 Nacht, Scheherazade. Ja, 1001... en nooit teruggeven. Dat mag jij niet lezen. Oh, zo, ik heb het nooit teruggehaald, ik denk ik zou je pakken. Dus hij heeft al die boekje heb je wel lezen natuurlijk. Ja, controleren. Ik heb het nooit teruggehaald. Nou goed, van het een kwam het ander. Toen ben ik dus weer opgekrabbeld en toen ben ik gaan corresponderen, of schrijven voor Nieuw Revue. En later voor Panorama en daar bleef ik, daar bleef ik hangen. Voor het Panorama heb je een zoot betakt. Kijk nou, ko en zwerver. Kijken of je wat kon ophalen met bedelen. Nog bar weinig. En ook hier, gezocht. Met zijn foto erop. Kijken wie hem zou herkennen. Nou, Laulune zelf. Nou, één vrouwtje wel. Maar daar gaan we niet op verder. Dit verhaal was trouwens één van de beste verhalen van Panorama. Halverwege tijdens het hoofdredacteurschap van Tom van Dijk ben ik overgestapt op zijn verzoek naar Peter de Vries. Peter R. de Vries, die was toen opeens hoofdredacteur geworden van het in Brabant gevestigde tijdschrift, weekblad, Actueel. En Peter wilde mij hebben, die wilde mij bij de Panorama. Je had in dat wereldje ook transfers, weet je wel. Ja. Dus hij bood gewoon een betere auto en een hoger salaris. Die was jij gevoelig voor. Ik had inmiddels een gezin, had ik onder mijn hoede.
En ik denk, nou ja, dat is wel mooi en dat kon ik wat meer doen ook. Dus ik heb ja gezegd. Ik zat er en het beviel me niet zo, maar ik denk, nou ja, dat salaris wel. Ja. En na anderhalf jaar gaat Peter de Vries weg. Ja, en ik ben er gebleven. Eigenlijk tot mijn pensionering. Oh. Ja, ik ben toen... Bestaat dat blad nou? Want, ja, actueel, het ja. Het is evenals wat andere bladen in die sector, het gaat slecht. Ja. Is het van weekblad maandblad geworden. Of zo. Weet je wel, dan. En dan is de redactie erg uitgedund. Zeer uitgedund. Ja. Dus die overheadkosten zijn weg. Dus dat is nu ook een maand ja. uitgave geworden. Wat dat betreft, ben je nog wel een beetje op tijd eruit stappen? Ik ben er op tijd uitstap. Want het gaat natuurlijk aan alle kanten ja. slecht met de, ja. met, ja, de papieren ja. pers, om ja. het zo maar ja. te zeggen. Ja, de dode bomenpers, zoals je kunt zeggen. Die, ja. Ja, die kwakkelt. Ja. En dat is logisch. Ik vind het jammer, maar het is logisch. Ja. Het is logisch. Ja, Koop blijft schrijven. Alle dagen. Hij kent meestidaars. Ja, ik zit veel op Facebook, ik zit veel op internet. Daarnaast heb ik nog een als kwartaalblad bedoeld blad in Horen. Dat heet Goed Volk. Dat gaat over markante West-Fries en markante Horense mensen. Ja, ja. Het stokt nu een beetje. Er zijn er twee uitgegeven door een uitgever. En in Horen. En de derde is stokt. Dat is mijn schuld. Ik ben stout, weet je wel. Ja, je moet er wel deur zetten. Ja, dat moet nodig gebeuren. Ja. Nou ja, dat en... Ik modereer een aantal van die Facebook groepen. Ja, yeah, ja. Yeah. En ik kan het niet laten schrijven, is van mij ademhalen. Yeah. Ik schrijf elke dag eens wat, weet je wel. Ja, want die ken ik ook wel van West-Friesland, zo zeggen wij dat. Ja, en, ja maar dan schrijf je heel knap West-Fries. Ja, dat tot mijn verbazing. Kijk, wij spraken vroeger thuis geen West-Fries. En ik zit het nou ook niet te praten. Nou, altijd gaat het best. Altijd wel, maar ik, zeg maar, toen ik 20 was en ik kwam weer terug uit Tukkerland, toen merkte ik dat ik het wel leuk vond en dat ik het ook ingeprent heb gekregen. Zat er toch wel in, ja. En in die tijd, ja, je moest er voor de krant werken en dan ben je 20 en dan moet je toch de buurt uit. Je moet en dan hoor je al die klanken wel. Toen had elk dorp had nog een gemeenteraad, weet je wel. Dan moest je ook allemaal af. Ja. En er werd gewoon natuurlijk West-Fries gekeeld. Ja. Ja. En ja, dat is mooi. Ja. En trouwens, het allereerste, kan ik me nou herinneren, het allereerste krantenberichtje wat ik dus schreef hier in West-Friesland, toen ik hier dus terugkwam, was ik 20. Er kwam een foto bij van Klaas Laan nog in de protestante krant. Jochie uit Wognum. Een jochie van een jaar of 12. En die had op de boerderij vanzelf. Die had bij de kippen een ei gevonden. Nou, dat leek wel van een olifant. Het was een heel groot ei. Weet je, die had hij ook in twee handen. Zo voor de foto liet hij hem zo zien. Zo'n heel groot kippenei. En daar had ik boven zet. Wat een kuks ei. Een ei, weet je wel. Met een uitroepteken. Dat was mijn eerste. Mijn eerste nieuwsberichtje. Ja, kuks ei. Ja, wat een kuks ei. Met een uitroepteken. Dat kan ik me nog herinneren. Dat toen zei die chef ook. We spreken hier geen Swahili. Weet je wel, die was dat niet gewend. Nee. Zo, nou ja, maar dat is West-Fries. Dat moet kennen. Ja. En dat bleef ik wel mooi vinden. We gingen natuurlijk ook alle kermissen af, weet je wel. Dat was ook nieuws, weet je wel. En je moest ook bij boeren wezen. Je moest ze bellen ook. En die spraken gewoon. Ja? Ja. West-Fries. Dus, en het was ook wel altijd wel mooi als je ze toch ook een beetje in het West-Fries kon toespreken. Precies. Ja. Dat was belangrijk, want dan was het meteen eigen. Ja, dan was het eigen. En dan kon je dat gewoon, ja. Ja, maar Kouwe, we zitten hier wel een mooi peut aan, maar wij gaan er weer het padje inkorten. Maar ik wou toch... Kan je afkloeten? Ja, afkloeten. Ja. Maar ik wou toch wel even weten, wat is voor jou nou het mooiste West-Friese woord? Nou, dan ben ik er heel wat. Ja? Maar... Ja, dan kun je wel zeggen kakalollig of je kan er zeggen kuks, maar ik docht aan het woord bekweertem. Bekweertem. Bekweertem? Bekweertem. Dat ken ik niet. Dat is als eentje
als eentje een slag voor zijn hartjes krijgt, dat wil zeggen een hersenbloeding of een attack. Ja? Dan zeggen ze, nou, hij heeft een bekweertum of zij heeft een bekweertum gehad. Een bekweertum, je hoort het niet vaak. Nee, een bekweertum. Je hoort het niet vaak, maar het wordt, ik hoor het ja. In geen enkel ander dialect, maar af en toe in West-Friesland duikt het op. Nou, is dat ook niet dat iedereen dagelijks een bekweertum krijgt. Nee. Komt ook niet vaak voor, maar... Als het voorkomt, kijk, tegenwoordig zeggen ze een infarct of een ja. Hersenbloeding of een hersenattack. Ja. Attack zeggen ze ook wel. Ja. Maar bekweertum komt af en toe in dat verband. Hé. Hey. En dat vind ik zo'n apart. Nou ja, we zullen dat voorleggen aan alle kijkers. Ja. Wie dat bekweertum bekweertum. Ja. Want je had wel over een attack. Als je het over een takkenwijver, die komt dat woordje attack van. Ja. Van takken. Ja, en zo, maar, ja. Maar bekweertum, dit heb ik nooit bekweertum, nee. Maar het, dat is het. Het is wat in je hersenen. Het is, weet je wel, het is een staking van je hersenen. Het is een bloeding of het is een ja, attack. Ja. Dat je even neergaat. Een tiaatje of zo. Ja, ja, ja suk. Suk. Hey. Nou, dan ja. Heb ik het dan weer zo bijleerd. Bekweertum. Ja, je hebt in alle gevallen een woordje erbij sprokkeld. Zo is het, ja. Maar woordje opzocht. Dan ga ik altijd even tegen de kijkers zeggen. Een aardige keer binnen weer bij aardige mensen.